vakantie. We waren even in Italië. Oh. We waren op het buiten, hoe heet het? Porto Ercole. Porto Ercole waren we even. Dat was heel gezellig, want we waren daar met de hele familie. WA was erbij, KB was erbij. Nou ja, wie was er niet bij? Even, sorry, en toen hebben wij op een gegeven moment een bingo. WA, Willem-Alexander. KB, koningin Beatrix. Wij korten elkaar altijd af, anders kom je nooit tot een gesprek. Maar in ieder geval, wij hebben een bingo. Maar even interrumperen, hoe noemen ze u nou? Mij? Oh, en mee. Ja. Mij noemen ze altijd PVM. PVM? Piet van Margriet. Oh. Dus dat was heel gezellig. En daar was een PM er ook? PM, wie is PM? Prinses Maxima, ja, die was er ook. En dat was heel erg leuk, want die was toevallig jarig. Oh. En die kreeg van WA een gloednieuwe speedboot. Dat is natuurlijk een mooi cadeau, hè? Prachtige speedboot. Dus we moesten even proefvaart maken op zee met die speedboot. En toen hebben wij op een gegeven moment... Maar was dat niet gevaarlijk, de zee op met een speedboot? Nee, hij was ook WA verzekerd. Ah, natuurlijk. Enfin, wij gaan de zee op, maar hij kwam niet op gang, die speedboot. Er kwam geen snelheid. Er was iets mee. Blop, 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 blop. Er zat geen nik, kwam niet uit het water, niet. Toen is WA zelf even van de boot afgesprongen om onder de boot te kijken of er misschien iets in de schroef zat. Ja. Binnen 2 seconden had hij het al gevonden. En wat was het? De trailer zat er nog onder. Dat is wat. Ja. Wat een verhaal. Dat dacht ik ook, ja. Meneer Van Vollenhoven, het lijkt me het beste dat we niet te lang meer wachten en dat we gaan beginnen met waar u voor gekomen. Ja, waar ben ik voor gekomen? Nou, u ik zou ben toch... gevraagd, maar ik heb geen idee waarom, wat de bedoeling is. U zou toch piano spelen? Piano spelen? Ja. Ik? Ja. Dat weet u niet. Weet u dat? Weet u dat, hè? Ja. U wilt dat ik piano... Wat fantastisch, zeg. Wat een verrassing. Ik wist niet dat u... Echt waar? U weet het. U maakt geen grap. Waarom bent u daar zo door verbaasd? Nou ja, u bent de eerste die daarom vraagt. Normaal gesproken, als ik ergens binnenkom, gooien ze meteen een sleuteltje van de klep weg. Maar u wilt echt dat ik piano ga spelen? Heel graag. We zijn er erg blij mee dat heel graag. U piano heel graag. Gaat spelen. Pilum. En dat ik er dan bij ga zingen. U gaat erbij zingen? Ja. Ik dacht wel dat er een addertje onder het gras moest zitten. En wat gaat u er dan bij zingen? Return to me. Wie? Return to me. Return to me? Kent het niet? Dat ken ik niet. Ik ken wel die andere hit van u. Gaat u ook uit de poes van de buurvrouw heeft een steentje in. Die zingen wij heel veel bij ons op het Loo ook, hoor. Ja. Likken, 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 allemaal. Ja, dat is een zal ik misschien het beste dat ik even Return to Me voorzing? Als u het even voorzingt, speel ik het zo na natuurlijk. Ja. Dan luister ik even. Zal ik dat nu even doen? Als u wil doen, heel graag. Even a cappella? Nee, dat hoeft niet. Gewoon even zonder muziek. Ik hoor het wel. Ik luister even. Return to me. Oh, my dear, I'm so lonely. Hurry back, hurry back, hurry back, oh, my dear, I'm so lonely. Return to me. Ziet u niks? Nee. Ziet u niet wat er veranderd is? Nee. Vindt u het echt niet? Nee. Even goed kijken, kijkt u even goed. Van dichtbij misschien. U ziet geen verandering? Nee. Nee, echt niet? Zal ik het zeggen? Ja. Ik heb mijn duim verwisseld. Duim verwisseld. Ja, grappig. Dat heeft u heel handig gedaan. Dat dacht ik ook. Ja. 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 Oké. Maar? Doe ze nu maar weer in die oren. Hè? Had u het toch gezien? Ik heb het wel gezien. Er is nog nooit iemand tegen mij gezegd. Nou, doe in die oren. Ik denk in die oren. Nou, komt er nog wat van? Kan ik verder gaan? Ik heb ze verkeerd. Ik heb ze verkeerd om in, wacht even. Ze zitten weer op de plek. Gaat het maar, hoor. Ja. Wilt u me even ergens op doen? Nee, dat... Return to... Oh, wat is er? Wat is er? Ik hoor... Wat gebeurt? Wat is er? Telefoon. Ik hoor de telefoon. Hij staat op trillen. Oh, trillen. Hallo, u spreekt met Pieter van Vollenhoven. Als u belt voor verkeersveiligheid, drukt dan een 1. Belt u voor slachtofferhulp, drukt dan een 2. Oh, ben jij het, lieve? Ja? Wanneer? Nu meteen? Oh, wat gezellig, zeg ik. Kom er gelijk aan. Ja. Tot zo meteen. Toedeloe. Ik moet er vandoor, dat was Margriet die belde. Ja. Wat zei ze? Return to me. Return to me.